Hey jongen, heb jij het ook warm? Sorry. Heb jij het warm? Wel een beetje aan wennen. Dan moeten wij even aan wennen. Okay. Maar of ik het nou, dit nou zou kopen, dat weet ik dan weer niet. Nee, ja. Beetje knipboet. Dat is wel. Hey, yo. Hey, ik weet dat je wilt dansen, je wilt swingen op die beat. Je vindt het niet dat al die rappers inventieve zieke zinnen zetten. Als die refreinen lekker blijven hangen, hun rijmen de klanken. Doet je niet zoveel als ik op deze vieze beats begin te rappen. En al die binnenvetters op het internet beginnen met te vinden en die dingen wegslingeren. Waarop willen rappers zinnen zetten, heb ik niks te zeggen. In de verste verte zijn we misschien moeten niet strijken, niet zeuren, niet mopperen. Gorgeous to the dance. Lekker theetje. Ten min. Dit is magnifiek. Oh, mooi. Leren aan het wassen. Leren. Hieronder zie je de rivier lopen. Wauw, zo mooi! Ik check hoe smal dit is. Oh, de sneeuwtoppen! We komen bijna aan het stadje. Smemmer. En daar moeten we een weg nemen naar rechts. Ik ben benieuwd. Nou, er staan hier Zwitsers met een vrachtwagen. En Sietske en Anne die zijn even aan het vragen. En nu komt de politie naar buiten. Nou Sietske, wat is het nieuws? Nou, we hebben even gevraagd. Er waren twee opties qua routes waar we heen konden. En beide zijn geen asfaltwegen. Dus we moeten het hele stuk naar de camping terug. Maar maakt niet uit, het is gewoon een mooie route. Maar die andere wegen, dat zijn zandwegen, dus kunnen we die niet rijden. Ik denk dat het te maken heeft ook met de regen. Dat het gewoon niet goed begaanbaar is nu. We hadden als we iets gehoord, hè? Ja, maar ja, luisteren we nu naar. We kennen ons kiel. Nou, we zijn al tegen elkaar. Ons volgende project wordt een 4x4. Nou, hier dronken we vanmiddag thee. En we zijn weer terug bij Alf. Namelijk bij... Raad eens wie daar zijn. De Zwitsers waar we mee gepraat hebben net. Die zijn ook het hele stuk teruggereden. Kijk dan hoe mooi het hier is. Overal bergen. En dan opeens zie je een klein dorpje. En als je dan door zo'n dorpje rijdt, doe je daar meestal je boodschapjes. De basisdingen. Groenten, eieren, melk, brood, ja, pasta en dat soort dingen. Couscous. En daar bakken we dingen van en daar koken we mee. En dat houdt het eigenlijk heel goedkoop. Ik heb granola gemaakt in de Omnia. En ik heb dus de dadels gebruikt die Herman heeft geplukt. Even laten koelen en dan zometeen in een potje. Nou, we hebben een dagje op de camping gestaan en we gaan weer verder.
En we komen langzamerhand best wel dicht bij de woestijn. Dat zie je ook al wel, dikke zandstormen, ja. Half uur. Zo, lekker stoffig. Oh, ik krijg al zon dat hier ligt. Oh, heftig. Zo, die zand. Jakkes. Ik wilde dus net aan zo'n 5 schakelen, maar dat lukt dus niet meer. Toen we de auto net kochten hadden we dat ook. Maar nu heb ik het vermoeden dat het te maken heeft met zand. Probeer nog eens dan. Even tanken. Moet ook gebeuren natuurlijk. Nou, wat ik nu zie, dat is echt heel bizar. Herman komt net naar me toe en die zegt van de versnellingsbak werkt niet goed. Ik krijg hem niet meer in zijn 5. En we staan hier dus even stil. En dan komt er dus gewoon een mannetje. Komt gewoon random aanlopen met een auto. En daar staat op garage, mechaniek, auto 4x4, motor quad en ook een camper zie ik. En die komt een visitekaartje brengen. Hm. Nou, ik vind niet gekker dit. We staan even stil en er komt een mannetje naar ons toe. En die is van de garage. En hij, we hebben niks gezegd of zo over ons probleem. Maar we stopten serieus net om een garage te zoeken. Dus dit is echt hilarisch. Ik ben benieuwd hoe het nu weer afloopt. Eén ding weet ik wel. In die auto zit onze engel. Nou, hij gaat er even naar kijken. Zie je ook in deze video? Ja. Oké. Okay. Perry, wat vind jij ervan? Prima. Wat is er nou? Wat is dit? You are our angel. Ja. Ja, nou, dit is onbegrijpelijk. Maar nee, het is wel onbegrijpelijk. Nee, wat dan? Ik begrijp het wel, maar ja. Zo gaat het gewoon. Ja, zo loopt het gewoon. Engelen komen gewoon weer weg. Ja. Nee, die krijgen gewoon heel onze telefoon. Ja. Onze tandarts. Ja. Nee, die vindt het allemaal donders interessant. Hoe doen ze het dan? Die zal een pomp in die plan. Hoe kom je op? Ah, et demi dans la pompe? Ah, et demi dans la pompe, et deux. Oh, et deux. En dit is trois. Oui, oui, oui. En? Ja. Tevreden? Ja. I hope to see a happy face. Ja, yeah, happy. Ja. En? I think this is a happy face. Thee drinken. Nou Herman, het is gefixt. Ja. Voor hoeveel? Eerst de molen. Hey. Maar daar wilde ik niet op antwoorden. Shukran. Nadat de auto is gemaakt, staan we op deze camping. Nou, alleen maar op camping, is niks voor ons eigenlijk. Maar... Hey An. Maar we gaan zo meteen weer verder. En dan gaan we zo meteen door richting de desert. Herman heeft bij alle Nederlandse campers hier op de camping een Travel Money Road sticker onder de ruitenwisser gedaan. Ze hebben hier een NKC tour, vandaar dat er zoveel Nederlandse campers staan. Wat moet ik zeggen? Niks. Oké. Het is gewoon een mooi beeldje zo. Hey, moeten we water bijvullen? Nee, ik heb nog wel genoeg. Ik kan niet wachten om jou te zien rennen in de desert. Kun je nu niks meer voorstellen, maar ik weet zeker dat jij dat fantastisch gaat vinden. Ah, dank je. Oh, is het een ferry? Deze kop is zo grappig. Zoals ik al zei, als we door een dorpje rijden, doen we af en toe even boodschapjes. En nu ook. Ja. Hoop dat er lekkere meloentjes er zijn. Hier hebben we vannacht geslapen. We zijn de berg opgeklommen. We gaan vandaag eindelijk naar mijn zon.
Mezuga. Naar Mezuga. Even aan het tanken. En ja. Het is een man en die gaat even je raam wassen. Ja, dat gaat heel snel. En de vrouwen die doen altijd het schoonmaken. De mannen doen altijd het besproeien. Dan willen ze daar uiteindelijk geld voor natuurlijk. Maar dat geven we denk ik niet. Ik denk dat we zo doorrijden inderdaad. Dat was wel hard, dus we kunnen er wel, kan wel. We staan in de desert. Hoe is het helemaal? Geweldig. Ja, ik heb een sjaaltje in mijn mond. Ja, ik ook. Heb jij het ook warm? Sorry. Heb jij het warm? Oh, nog even verder. Nog wat dieper. Nou, het hijgend hert in Dobberstreken, hoor. Smacht niet sterker naar het genot dan de koele waterbeken. Zo gaaf dit. Hoofddoekje op. Voor de intense wind die je ook hoort nu. Kijk die lijn. Nou, moeder en zoon zijn weer terug uit de desert. Loopt daar een kameel en die heeft de voorpoten aan elkaar. Wat zielig. We zijn even een liedje aan het oefenen. Die willen we opnemen hier. En ondertussen lopen er hier gekke beesten in de achtertuin. Een beetje black or white. Pas bij het eindstukje gaan we dus naar beneden. Ja, stukje. Oeh, wind. Zand, zand, zand. Ik ga de ramen dicht doen. Nou, wat is hier allemaal aan de hand? Wie kan mij dat even vertellen? We are going to record a song. Oh. It's a very special song because it's the desert song and we are in the desert at the moment. Let me see. Oh ja. Waar komt bij de volgende shot?
Nou, we hebben even lekker opgenomen en nu gaan we eten. Ja. Want dat is toch wel een hoogtepunt van vandaag. Het is van mijn tweede maag. Ik heb mijn jurk aangetrokken. Hé. Hey. Dan staat je wel heel leuk. Even zo. We gaan even een clipje opnemen. Super zin in. Ik ben echt benieuwd. Naar elkaar toe. Nu is het een beetje zo van, we staan in het, op een podium. Gaat het goed, Herman? Ja. All of my life, in every season, you are still God. I have a reason to say, I have a reason to worship. Was het leuk? Heel leuk. Ja. Nou, wij gaan doen wat je sowieso moet doen als je in de desert bent. Dan kun je natuurlijk al wel raden wat het is. Namelijk... Kameelrijden! En ze komen er allemaal. Ik denk dat de droom daar is. Nou, Sietke is zenuwachtig, want we gaan kameelrijden. Dat komt vooral door de opstand. Oké. Okay. Ze valt helemaal naar voren, volgens mij. Ja, je valt... Oh, ze hebben echt een... Oetsch. Die is voor jou, hoor. Ik wil niet. Ik heb al de nog een lopen vandaag. Oké, daar gaan we dan. Ant, kijk eens. Ah, daar is onze camper. Met losse handen, hallo. Hoor. Met losse handen. Met zonder handen. Hallo jongens! Met je kameel. Ik heb echt het ondeugende kameeltje hoor. Oeh, joe, joe, joe. Oh, joe, joe. Kangaroo mouse. Goed sporen. Kangaroo mouse is little, little, little. Oké. Okay. Big oars, right? Yeah. Big oars. Big oars. Oars. Staat erop, hoor, schat. No! The big oars. No, je pest me. Dat is mooi te horen. Oh, mijn batterij is leeg. Kijk. And how do you know where it is? Oh, it just stays there. Wij hebben net de zonsondergang gezien. Heel blij, want het was heel mooi. En nu gaan we weer terug. Ja. Bij deze sluiten we deze vlog af. Oh, wat een goeie van jou. Dit was vlog 18. 18. Als je deze video leuk vond, duimpjes omhoog en abonneer. Doei! Hey jongen. Jij bent mijn rit naar huis. Ja. Jij bent net nieuw hier, hè? Wat vind jij ervan? Oké, we gaan weer. In het donker. Nou jongens, we zijn weer thuis. Bye bye. There's a place I can finally breathe. Dag, gaan. Oh, zo mooi. Watching stars all night long.